Oké, Elmar, tijdens insmeren even een interviewtje met Elmar. Het is nu vrijdag, 20 mei. Gisteravond gingen we onverwacht stappen. Opa die durfde niet mee, hè? Dat was te veel. Oh ja, die was bang geworden. Die was bang geworden en die was in slaapgeval letterlijk daar. Hij was de enige gast bij de DJ en hij viel in slaap. Ja, we gingen boven even wodka pakken. Toen kwam beneden, lag je te pit. Ja. Daarvoor had ik al vier wodka achterover geklopt. In 20 minuutjes of zo. 20 minuten of zo. Dat is niet goed. Maar vanavond gaan we gewoon een piratenbar en verder niks, hè? Yep. Een betere sfeer, hè? Zeker. Of ga je helemaal niet drinken? Nooit meer. Dat zeggen de meeste mensen die een kater hebben, nooit meer. En vervolgens, als je nu de beelden ziet... Dino zegt het wel, nooit meer. Ja, jij zegt nu dat je nooit meer gaat drinken, let op hè. Nu doen we heel even de beelden. Ik spoel nu eventjes voor de vlog voor de mensen. Dit is over een uur of 12. Nou, opa gaat mee met de wodka en dan is hij op. Vanavond, voor het eerst keer wodka drinken. Ik heb echt de hele week even mijn bier gedronken. Je hebt één keer wodka meegedronken, eentje. Eentje, maar eentje. Nu mag ik vanavond even meedrinken met de wodka. Nou maar. Ja. Ik heb wel zo'n gevoel hè, dat we verstandiger waren geweest als we eventjes daar gewoon hadden gesport elke dag. In plaats van alleen maar zuipen. Dat zou beter zijn geweest. Achteraf wel hè? Achteraf. Daar is een sport, beauty, gym, body dinges. Hij gaat vakantie toch niet sporten joh, maar was wel beter. Dit trouwens even tussen, je bent al 23 minuten aan het insmeren hè? Ja. Nee, geen bolletje aan de lucht man. Zelfs opa gaat zo nu heen. Met zijn wandelstok. Ja, is het lauw? Lauw. Ja, oh, hij is koud. Maar is het lauw? Nee, niet. Cold, sorry. Cold. Koud. Allemaal zo koud. Ik zeg al 6 keer is het koud. Elmar, heb jij ook een biertje? Of wacht je eventjes? Cola. Kindercola. Ik heb ook cola. We hebben gewoon braaf colaatjes. Het is kindercola. Met een rietje. Raak kindercola. Elmar, een pierenbadje. Is het koud? Hé? Hey? Oh, lekker wel koud hoor. Gewoon leidingwater, hè? Waar ja, is gewoon leidingwater. Ja. Het is steenkoud. Maar wel lekker, toch? Wel lekker hoor. Die kater weg, hè? Gisteravond heeft Elmar de tent uitgetrapt met jouw man per se. En nu wil hij nog meer vrouwelijk worden, want nu gaat hij. Ja, ik wil ook een pet en ik wil hetzelfde als jou, ik vind het zo mooi. Dus dan gaan we een pet kopen en dan moet ik op de hout hebben waar godsnaam die tent is bij het strand. En dan wil je dezelfde pet als Paul. Dit is al net nu over Venice Beach oplopen. Blijft zo hè, vind je niet? Ja. Voor al die lucht, dit gaat echt nergens over dit. Lijkt net op Amerika. Ja, Venice Beach LA, je weet het zelf. Nou, meneertje heeft de pet gekocht, hij is helemaal happy, pet, helemaal happy. Alleen ik heb een zwarte en hij heeft een grijze dan. Want yes. Zou je nog een blauwe hadden, zag ik. Oh, nee, maar ik vind een grijs is heel vet, joh. Ja. Dit is voor jou doen, ziet het er heel goed uit. Dit. Top. Vul mij een keer met een biertje een keer. Hij is 90% van de tijd in beeld met een Estrella. Ja. Ik ben netjes, hè, met een milkshake. Straks een beeld dat je alleen maar aan de bier zit. Ga dan weg, Arthur. Nee. Ik ga om mijn troon. Als je de Formule 1 te kijken, Arthur is... proberen. Voor wie ben jij? Ik ben Arthur. Voor wie ben je? Oh, voor wie? Ik ben Arthur. Ja, dat ben ik voor Max. Max. Hij is ook bij de stichting, hè, mee hier. Hij is via de stichting, is hij hier. Leostim. Is er mooie mensen via de stichting? Ik ben helemaal voor Leclerc. Je bent voor Leclerc, ben je? Was je Ferrari pak dan? En hij is voor Max, hij is heel chauvinistisch. Hij is alles voor de Nederlanders, met alles, elke sport. En hij is voor Feyenoord, ja. FCC Wolde zijn jullie voor. Kom. Nee, ik ben voor Feyenoord. Ja? Ik ben echt voor Feyenoord. Gaan ze winnen? Dan kijk, dit is nou vastgelegd op 20 mei. Wat doet Feyenoord volgende week tegen Rome? Uitslag. Ik hoop dat ze met 2-1 winnen. Eén doelpunt te maken moet je noemen. Ja, één meer dan tegen. Nee, een doelpunt te maken bij Feyenoord. Wie? Ik denk Van Bronckhorst. We zijn even kijken. We zijn terug bij de molen. Hij heeft genoeg gescheten daar. Dat mag ook niet meer. Arthur zei dat jij niet meer mag poepen daar. En we gaan vanmorgen gaan we shoppen. Maar ik heb eindelijk een G-Shock winkeltje gevonden. Want ik wil een nieuwe G-Shock. Kijk, ik heb deze. Is een oude. Gewoon een mooie. Dit is mooi. Nee, hij is al 5 jaar oud bijna. Ik ben niet stok. Koop nou een nieuwe. Nou, ik klaag over jou, hè. Dat de eerste beste winkel waarin gaat, die 400 shirts koopt. Maar ik heb gewoon een nieuwe G-Shock. Deze heb ik al 5 jaar.
Kijk, en dit soort problemen, je kan hem niet. Dit krijg je nooit meer schoon. En dat scherm krijg je nooit meer helemaal schoon. Ik heb 5 jaar nooit batterijtje vangen. Ik heb eigenlijk wel dezelfde. Dan, hij is wel echt mooi, hè? Die ding. Jammer. Ja, nee, hij is hartstikke mooi. Alleen dat scherm natuurlijk, hè? Het groen is vet, hè? Het groene, ja. Dat heb je nu. Dus dit is de oude. Kun je straks zien in het hotel, kan ik het anders zien. Het is echt een verschil. Maar hij moet even goed zetten en zo. En op satellietwerken en zo. Dus, Elmar, we gaan reserveren voor het eten vanavond. En dan krijg je iemand die vraagt, ben jij in zo'n knol? Dat vroeg je, hè? Ben jij in zo'n knol? Nee, ja, ja, zagen we meteen, hè, die king. Maar wat doe je, ben je op vakantie? Ja, ik reis door Europa met een camper. Ik ben nu toevallig hier. Je eentje? Nee, toch niet je eentje? Ja, jawel. Al 2 maanden onderweg geleefd. Met die eentje in een camper? Ja, zeker. Dat is wel heel cool. Ja, dat is best stoer. Wij doen, wij zijn gewoon cliché hier. Ja, maar hij is echt op vakantie. En dan gaan we even de foto. En dan ga je... Ga je nooit stappen hier dan en zo? Nee, zeg ik. Ja, ik heb net een paar uur op het strand gelegen en vanavond misschien nog naar de club. Maar je bent nu erop. Je gaat heel Spanje door. Ik heb heel Spanje al gehad. Ik ben in het noorden begonnen. Ik ben al door Portugal geweest en eigenlijk de hele tijd de kust gevolgd. Gewoon eens eentje, hè? Dat vind ik wel stoer. Want oud, je bent nog jong. Hoe oud ben je? 20. Ja, dat is wel stoer gewoon in eentje. Ja. Zo'n mooi doosje. Dit is mijn oude kloggie. Die heb ik nog om. Die echt vies is. Dat krijg je nu van af, dit. Bijna hetzelfde. Hij is groenig, zie je? Witte letters. En gewoon een nieuw mooi bandje. Dus hij is echt wel anders dan deze. Zie. Oude, de nieuwe. Oude, de nieuwe. Nou, we hebben water, hè? Ruig, Elmar. Maar even, Elmar, even uitleggen. Wat is Engels voor varken? Pig. Pig? Nee, pik. Heb je nou weer zin in pig? Pig. Ga weg. Pig. Elmar, wat zei je net tegenover toen je ging voorlezen? Dat er een varkensschnitzel. Ik versprak me, ik zei varken. Varken, nee, het Engels, varkensschnitzel. Ja. Varkens. Ja, ja. Maar soms weet je het woord even niet, weet je. En dan verspreek je, omdat je toch zo Nederlands bent. En dan denk je meteen aan een pik, hè. Ja. Ze zitten in een WhatsApp groep, ja. met Paria en zo. Ze hebben gezegd, ja, het is die gozer volgens mij. Ze zeggen, geef hem dan maar 2. Dat denk ik. Nee, ja, ik denk dat zij zegt, geef hem dan maar 2. Dit was 1 bestemming. Oh, het kindje mocht een ijsje als toetje van opa. Oh, van opa mocht een toetje. Als enige. Ijsje. Hoeveel ijsjes heb je op deze vakantie? Opa gaat mee met de wodka en dan is hij op. Vanavond, voor het eerst keer wodka drinken. Ik heb echt de hele week even mijn bieren doen. Nee, je hebt 1 keer wodka mee, eentje. Mag je vanavond even meedrinken met de wodka. Met de echte mannen. Met de echte mannen. En dan gaan we even een afzakketje halen bij... Piratenbar. Met de Piratenbar. Opa, ben je aan de cola? Opa aan de cola? Of zit er wat in? We zitten hier bij mensen uit Emelo, nee, Michaelo. Die gaan naar de Formule 1 in Barcelona. Barcelona. Ik heb me meegevraagd om mee te gaan, maar ik heb geen tijd. Je hebt geen ticket, hè? Dat is al. En als je... Je zit er klaar voor. We gaan naar huis. Was leuk, was gezellig. Ja, het is nu, laatst nu, 11 uur. 11 uur? Kwart over 11. En we moeten om 6:30 met de bus naar het vliegveld. Gisteravond waren we uit geweest, toen moest Elmar €30 entree betalen. En hij is 5 minuten in de tent geweest. Daar heb ik hem beloofd, ik koop een shirt. Dit is de hele week loopt hij al langs. Dit is wel een vet shirt. Hij is heel vet. Met deze knopen. Hij en dat was €40, maar we hebben hem afgeding naar 30. Ja, vet man. Dankjewel. Aan mijn laatste ijsje. Het is zijn laatste ijs. Hij vroeg het al aan opa, mag ik nog een ijsje? Oh. Hij overlegt het wel van het morgen. Gun dat kind een ijsje. Hè? Hij stond voor 2 derde het ijsje. Is hij lekker? Ja, lekker man. Problemen door naar die derde kwalificatie. Maar daarmee weten we dus dat Mick Schumacher eruit ligt. Dat Tsunoda, Gasly en Zhou eruit liggen. En waar zit dan Ocon? Die is niet bezig met een snel rondje. Die is er ook uit. Maar dit is toch wel lekker om te zien dat Verstappen 1:19.2 eruit met persen. Een 2 tiende sneller is. Maar ondertussen zien we een sprongetje. Ja. En maar een sprongetje wordt er een tijd afgepakt. Norris ligt in 1 keer 11e. Dat betekent dus dat de tijd van Norris afgepakt is. Je wist het, hè? Je wist het. Dat lijkt het op. Track limits voor Lando Norris, zo is het. Ja, Norris eruit, hij scoort eerst. En nu zien we het dan ook bevestigd. Je wist het, hè? Je wist het. Lukt dat wat? Nou, chaos hier. Koffers ingepakt. Weer warme kleding aan, terwijl het pas 6 uur is. 6 uur, yes. 6:30 opgepikt en we hebben slecht nieuws. We hebben nu al doorgekregen via TUI, Transavia, dat onze vlucht is normaal 9 uur van Girona
Wat dan? En nu is het pas 10 over 10. Terwijl we nu al opgehaald. En dus straks bijna 3 uur op het vliegveld moeten wachten. In plaats van 2 uur, wat ik al lang vond. En eindelijk niet meer lopen. Ja, Elmar is het echt zat, hè? Met reuma is echt veel lopen, hoor. Elmar heb reuma. Opa heb weet ik ga niet eens noemen wat hij heeft, want ik weet wat hij niet heeft. En ik loop de hele vakantie met twee imbecielen door de stad. Maar opa wel de stok. Shout out aan Gerrit. Deze stok heeft hij van Gerrit. Soort van gestolen, maar kreeg hem uiteindelijk. Ik heb hem wel een paar consumpt gegeven, maar hij is een goed. Maar je moet wel beloven, de mama kan deze beelden checken. Die gaat er in Nederland wel mee lopen ook, hè? Ga ik ook doen. Moet je echt doen, hoor, want het loopt wel beter, man. Allemaal trakteert en opa zegt, ja, doe maar een grote milkshake. Een milkshake heb ik. Dus een milkshake. Gewoon dikke bier. Gewoon een bier, ja. Elma moet je vreten natuurlijk. Want die heeft zijn schnitzel nog niet op vandaag. Vlees. Ja, vlees, hè. Het is bij vliegvelden zit, jongens. Het is een heel apart vliegveld eigenlijk. Ik denk dat er een pand dat zij naar me toe kwam, weet je. Die onze dikke wijze, weet je. Waar ze zeggen, where is your handsome boy. Boy noemt gewoon nog, hè. Goed, waar ik was. Ja. Handsome boy, de reiskids. Mm-hmm. Chick. Good looking boy. Ik zeg. Nee, handsome, ja, handsome, goed boy. Ja, good looking boy. Voor deze weer bier, hè? Geen milkshake. Hij zegt. Dus je ziet die pit. Deze mijn pet af. Ja, al deze grap. Het gaf ze me kussen, wat je jaloers. Ga maar ook een kus. Kus van die reisleider. Ja, toen zei je, hé, en ik dan. En toen gaf ze hem een kus. Toch? Ging het zo? Ja. Ook was jaloers.